Welkom iedereen bij deze Let's Play voor onze game voor Game Design Basics. Het originele idee dat waarvoor deze game ontworpen is, is het idee dat je een computer bouwt en dat je bij de eerste keer opstart errors krijgt die je moet opzoeken en waarvan je niet zeker weet of ze door simpelweg niks te doen opgelost worden of dat het daadwerkelijk een error is. Dus het idee wat je hierbij krijgt is dat je een puzzelgame hebt en het eerste antwoord, of het logische antwoord wat je denkt eigenlijk, is niet altijd meteen het juiste antwoord. Zoals je hier ziet, we hebben deze puzzel nog gewoon logisch opgelost en we krijgen daar een aantal punten voor. Het eerste wat we destijds hebben verwerkt is competentie verwerken door ervoor te zorgen dat de moeilijkheid langzaam zeker wordt opgebouwd. Je begint met een heel simpele puzzel en gaat dan naar een wat moeilijkere puzzel om erin te geleid te worden. Verderop zul je zien dat we een keuze krijgen over welke moeilijkheid je kan gaan doen, maar de moeilijkheid is nog steeds als daar een aantal omhoog gaan. Deze keuze hebben we erin verwerkt voor de autonomie, om autonomie erin te verwerken. En hiermee willen we ervoor zorgen dat de persoon kan kiezen tussen of een lagere moeilijkheid waarbij je dan minder punten krijgt, of een hogere moeilijkheid waarbij je dan ook hogere punten krijgt. Dit om ervoor te zorgen dat de mensen die niet zo moeilijk willen hebben, dat gewoon voor kunnen kiezen, maar hier worden ze dan wel minder voor beloond. Dus zoals je hier ziet wordt de puzzel opgelost als het ware. Deze op de makkelijkere moeilijkheid. En wat je vooral zult merken bij de makkelijke moeilijkheid is dat dingen, als je ze eenmaal goed hebt opgelost, ook gewoon goed opgelost zijn. Dus in deze gevallen is het niet zo dat er nog iets randoms raars gebeurt en dat je toch iets anders moet doen van de standaard oplossing. Dus hier krijgen we ons punten voor. Krijgen een aantal punten erbij. Een minder aantal dan bij die andere. En nu gaan we die andere proberen. Om ervoor te zorgen dat we meer punten krijgen. Dus hier zie je hieronder een hele comment section. En dit hebben we toegevoegd om de verwantschap wat te verbreden. Door ervoor te zorgen dat je het eigenlijk als de reacties van andere mensen op deze puzzel ziet. En die mensen je ook kunnen helpen om de puzzel op te lossen. Dus hier zijn één of twee comments die eigenlijk als daar een hint zijn naar een oplossing. Maar ook comments die zeiden van, die gewoon iets zeggen over hoe moeilijk het is of wat ze ervan vonden. Dus het is niet altijd even helpvol, maar het is wel om ervoor te zorgen dat je de verwantschap voelt met andere mensen die ook deze puzzel aan het proberen zijn te oplossen. Dus hier hebben we dezelfde puzzel die we toen net ook al zagen, tenminste hetzelfde plaatje. En als we deze gewoon proberen op te lossen, dan zul je zien dat het in dit geval, ook omdat het een moeilijkere puzzel is, dat het niet meteen wordt opgelost. Zoals je ziet, je gaat niet verder totdat je het daadwerkelijk goed hebt gedaan. En deze logische manier is niet de goede oplossing. Dus kijk hieronder naar de hints die we als het ware krijgen aan andere mensen. En met behulp van die hints gaan we het proberen op te lossen. Dus ze zeggen bijvoorbeeld verschillende dingen over waar de ogen moeten staan in dingen die niet op het eerste gezicht logisch lijken, maar die blijkbaar dus nodig zijn om ervoor te zorgen dat het toch werkt. Dus dat passen we dan toe. En dan zie je ineens dat het wel werkt. En dat is onze game die we hebben gemaakt voor Game Design Basics.